Toen wij begonnen met het maken van plannen voor deze flat, toen viel heel erg op dat de gevels een hele grauwe en rommelige indruk maakten. En wat bijzonder is eigenlijk, is dat dit een van de eerste projecten is geweest die in baks- en montagebouw is uitgevoerd. Dus wat je ziet, is dat de bakstenen vooraf als prefab elementen al zijn gemetseld in de fabriek en later hier zijn samengevoegd. En dat zie je doordat er allemaal lijnen in de gevel lopen die tussen deze elementen zitten. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk die rommeligheid en die onleesbaarheid geprobeerd om te zetten in juist een hele leesbare gevel, waardoor je ook die baksteenmontage eigenlijk als iets moois en iets speciaals gaat zien. Eén onderdeel dat altijd al verschillend was aan deze flats, is dat de flats aan weerszijden van de straat verschillend georiënteerd zijn. Wij hebben de entrees naar voren gehaald en deze aan de ene zijde gesloten gemaakt en aan de andere zijde geopend. Daardoor beleef je de flats aan weerszijden van de straat verschillend. En zeker als 's avonds de verlichting aangaat, dan zie je de ene kant echt als een lantaarn werken en de andere kant niet. Olivier van Herpt die heeft voor iedere woning een unieke 3D geprinte keramische brievenbus ontworpen. Voorheen kwam je hier binnen en dan moest je twee keer de hoek om voordat je bij het traphuis kwam. En wat we hebben gedaan is dat we de entree hier naar voren hebben verplaatst. En we hebben een opening gemaakt tussen deze ruimte en het achterliggende traphuis. Dus als je binnenkomt zie je meteen al de trap waar je naartoe wil. En andersom, als je vanuit je woning naar buiten loopt via het traphuis, dan krijg je meteen al een blik op de straat. Marjan Kootwijk, ik ben specialist groen bij IJmeren en betrokken bij de renovatie van de tuinen achter de 9 flats. We hebben inmiddels 5 tuinen opgeknapt en daar hebben we meer vaste planten toegepast. En wat ik jullie graag zou willen laten zien is de wadi die overal in alle achtertuinen verstopt zit. Het is een beetje lastig te zien, de tuinen zijn overigens ook net pas aangeplant, dus het moet allemaal nog gaan groeien en bloeien. Maar daar zie je een dieper gelegen stukje. En dat is een wadi. En een wadi is eigenlijk een Arabisch woord voor rivierbedding. En in Nederland wordt wadi ook gebruikt voor de afkorting waterafvoer door infiltratie. Wat het eigenlijk is een lager gelegen stukje tussen de beplanting, soms in het gras. En het is de bedoeling dat als er een hevige regenbui is, dat het water zich daar dan in verzamelt en langzaam in de grond gaat. En ja, waarom hebben we dit gedaan? Dat is omdat door alle klimaatsveranderingen je kunt verwachten dat je straks veel hevigere regenbuien krijgt. En de gemeente Haarlem wil van deze wijk ook een klimaatadaptieve wijk maken.